Ik weet 100% zeker dat jij deze video niet kunt liken met je rechterhand, terwijl je met je linkerhand op hetzelfde moment dat je liked een glijbeweging maakt. Op deze manier. Dat is onmogelijk. Zeg maar, ik heb het heel lang geoefend, dus ik kan het nu. Maar jij kunt het waarschijnlijk nog niet. Vandaag zitten wij in een speciaal soort Roblox-obby, waarin wij moeten proberen het einde te behalen door middel van glijbanen. Zeg maar, normaal gesproken is een Roblox-obby iets losstaans van glijbanen. Maar deze persoon die heeft ervoor gekozen om er een soort van combinatie van te maken. En ik vind het persoonlijk wel leuk. Zeg maar, ik hou van glijbanen. Dat is sowieso wel echt bij mij een ding. Ik kan me nog herinneren dat wanneer ik dan bijvoorbeeld vroeger... Oh, dit is zo creepy. Zeg maar, het is altijd heel naar wanneer je echt maar heel weinig ruimte hebt om te lopen. Maar goed, ik ga proberen mijn verhaal te vertellen. Ik kan me nog herinneren dat wanneer ik dan bijvoorbeeld vroeger naar een zwembad ging, dat ik het dan altijd het leukst vond om echt soms wel 100 keer achter elkaar van dezelfde soort waterglijbaan af te gaan. Oh, er zijn een aantal regels. Je mag niet met meer dan 1 persoon tegelijkertijd. Dat is trouwens wel echt waar. Ik kan mij nog herinneren dat ik ooit met schoolreisje naar een soort van waterattractiepark ging. En toen werd er ook heel duidelijk aangegeven van, jongens, niet met meer dan 1 persoon tegelijkertijd door de glijbaan. Maar er zijn altijd mensen die de grens opzoeken en die het toch doen. En op een gegeven moment was ik zeg maar gewoon aan het zwemmen in een ander gedeelte van het zwembad, niet per se bij de waterglijbaan. En toen kregen wij ineens te horen dat er dus letterlijk iemand was. Jongens... Oh, nice, daar gaan we al. Dat er dus letterlijk iemand was die met meerdere mensen tegelijkertijd door de glijbaan heen ging. En die persoon die kwam gewoon vast te zitten. En die moest er dus worden uitgehaald door een werknemer van het zwembad. En dat is serieus wel één... Are you serious right now? Dit is gewoon alsof je een glijbaan instapt en je wordt gewoon buiten het zwembad... Woo, word je er gewoon weer uitgegooid. Nee, maar... Dus dat is ook een van de redenen waarom ik dat soort dingen nooit zou doen. Zeg maar, ik heb dus van dichtbij gezien hoe eng het kan zijn om vast te zitten in een glijbaan. Niet omdat ik er dus zelf in vast zat, maar omdat een van mijn klasgenoten er wel in vast zat. Meerdere. En het is super creepy. Like, het is een hele kleine ruimte. Je zit op een gegeven moment met z'n allen echt... Ik weet ook niet hoe je precies vast komt te zitten. Het was ook niet heel erg lang. Het duurde echt 30 seconden of zo. Maar waarschijnlijk omdat je dan je arm of zo misschien op een bepaalde manier hebt zitten dat niemand er meer door kan. Het is best creepy. Okay, guys. Multiple choice. Geel, blauw, groen of rood? Geel? Waarom is nooit de eerste keuze de juiste? Soms wel, maar wat ik vaker meemaak met multiple choice is dat de laatste keuze die ik maak de juiste is. Oké, we weten dus nu in ieder geval dat we eerst grijs moeten hebben, of blauw. Het leek even op grijs, het is blauw. Geen groen, dus het is blauw, geen groen. Oké, misschien is het blauw-geel. Ik denk dat het blauw-rood is. Blauw-rood-geel? Hey, I got it, man. Oké, tot nu toe gaat het in ieder geval goed. Ik heb nog niet vastgezeten in een glijbaan. Daar ben ik blij mee. Oh, weet je wanneer je denk ik echt gewoon de meest snelle waterglijbaan ooit zou hebben? Als je een glijbaan zou combineren met slime. En de reden dat ik denk dat dat echt voor de benodigde snelheid zorgt... let's get it. Is omdat namelijk slime zo glibberig is. Dat is echt insane. Ik heb zeg maar vaker meegemaakt dat slime op de grond terecht is gekomen... En zodra dat is... Serieus, ik hang hier misschien, I don't know, 900 miljoen meter in de lucht. En ik ga er gewoon lekker bij zitten, like. Lekker. Sommige mensen houden van een waterbed, andere mensen houden van een zweefbed. Als ik het zo kan noemen. Het is zo raar dit. Maar goed, waar was ik? Slime is echt heel glibberig. En ik heb het wel eens een paar keer op de grond laten vallen. En dat ik dan een half uurtje later op een plek kwam waar ik het was vergeten op te ruimen. En dat ik dan echt op het nippertje mezelf heb gered. Voor wat betreft omvallen, struikelen, whatsoever. Dus je moet echt heel erg voorzichtig zijn met slime. Het ziet er allemaal heel onschuldig uit, maar het kan nog best wel fout gaan als je niet uitkijkt. Okay, guys. 3, 2, 1... Deze is nice. Oh, het is wel leuk dat je dan zeg maar een soort van pauze maakt. En dat je dan automatisch weer verder gaat wanneer je er behoefte aan hebt. Oké, jongens, snel.
Oké. Eigenlijk zouden ze gewoon een soort van glijbanenmuseum moeten hebben. Met gewoon de allereerste glijbaan ooit, de allerlangste glijbaan ooit, de allersnelste glijbaan ooit. Besef je gewoon dat er ergens op aarde een wereldrecord gevestigd staat van de allerlangste glijbaan ooit. En ook 100% zeker van de allersnelste. En al is er geen officieel record van, dan bestaat die alsnog. En dat is best wel creepy. Ik kan mij wel herinneren, en ik weet echt totaal niet meer waar dat was, maar ik kan mij herinneren dat ik ooit een glijbaan heb gezien in de vorm van een slang. En hij zag er echt super realistisch uit. En het was een glijbaan die ook nog een soort van bewoog wanneer je erin zat. Dus je moet je voorstellen, je zit dan in een glijbaan en terwijl je erin zit, voel je ineens alles bewegen. Oeh, jongens, ik weet serieus niet of ik het dan droog hou. Wat op zich niet heel erg is, want ja, het is een waterglijbaan, dus het is sowieso al niet droog. Alleen, de manier waarop ik het niet droog hou, die is toch wat, wat anders dan het water van de glijbaan. Dus ik denk dat we het daar maar niet over moeten hebben. Laten we snel doorgaan. Oh jongens, dit is zo creepy. Wat zou jij liever willen? Zou jij liever een pretpark in je achtertuin willen? Dus bijvoorbeeld met een reuzenrad en botsautootjes en al dat soort dingen. Of zou jij liever een waterpark in je achtertuin hebben? Yo, ik zou sowieso gaan voor een waterpark. En ik zou mensen Robux laten betalen als entree. Tenzij je geabonneerd bent. Als je geabonneerd bent, dan ben je geheel gratis welkom. De regels voor deze glijbaan zijn heel simpel. Je mag met één persoon tegelijk, net als bij de vorige. Je moet de instructies volgen die de lifeguard jou geeft. En je mag niet rennen. Ah, rennen. Oh, dit is echt heel fout wat ik doe, guys. Oh, dit ziet er zo creepy uit. Ik ben echt keihard gevallen ook gewoon, hè. Het is ook gewoon leuk om te zien hoe ik met mijn kleding aan over elk soort glijbaan ben gegaan. Yay! I made it! Yes! Dit is de allereerste keer dat ik een waterglijbaan obby heb gespeeld. En dus ook de eerste keer dat ik een waterglijbaan obby heb gehaald. Even kijken. We gaan een leuk hoedje opzetten om het mee te vieren. Ik heb hier een engelkostuum of zo. Ik ben een engeltje en dat is het, jongens. Ik heb trouwens nog wel iets anders. En daar ben ik misschien nog wel een stuk enthousiaster over. Het is best raar, want ik bedoel, je zou denken dat ik al wel op mijn maximale enthousiasme zit. Op het moment dat ik letterlijk een map speel die in de band staat van glijbanen. Maar check this out, guys. Dit is namelijk een obby waarbij wij moeten proberen om Prinses Peach te redden. En voor de mensen die niet weten wie Prinses Peach is. Prinses Peach is eigenlijk de crush van Mario. Net zoals jij misschien een oogje hebt op iemand van jouw basisschool of middelbare school, heb je Mario die heel erg verliefd is op Peach. Kies het juiste pad. Nee, serieus, ik moest dat net ook al doen en nu moet ik luisteren naar een dino. Sinds wanneer kan ik Dinojaans spreken? Dinojaans. Weet je wat het is? Dat is een dino-taal. Dat is best lastig, maar oké. Okay. We kunnen trouwens wel Rainbow Gear kopen. En we kunnen de Party Powers kopen. En de Party Powers die kosten 500 Robux. Oké, dat lijkt mij een erg onverstandig idee. Yoshi, de leuke dino die je bent. Ik ga de juiste keuze maken. Of zul ik gewoon haar eerste keuze? Oké, er zijn twee mensen. Ik laat gewoon hun allebei een andere keuze maken. Ze gaan allebei door dezelfde heen. Is dat een goede keus? Ik denk het. Is het een goede keus? Ja, het is de goede keus. Oh, yo, deze map is awesome. Check hoe gaaf dit eruit ziet. Ik kan mij het spookje nog herinneren wat wij hier zien. Zijn naam is Boo. En Boo die houdt ervan om Boo te zeggen. Maar bovenal, Boo is niet zo heel erg eng. Want wat je namelijk kunt doen wanneer je Boo tegenkomt is uit elkaar vallen in 100.000 stukjes. Is je kunt jezelf naar hem toedraaien. Wanneer jij namelijk naar Boo kijkt, is die op een of andere manier bang en houdt hij zijn handjes voor zijn ogen. Maar als jij niet naar hem kijkt en je keert hem de rug toe, are you serious, Job? Maak je nou twee keer dezelfde fout? Als jij niet naar hem kijkt en hij staat dus met zijn hoofd naar jouw rug toe, dan probeert hij jou aan te vallen en dan ziet hij er dus uit op de manier zoals wij hem hier zo zien. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn. Er komt vuur uit. Bowser die activeert het waarschijnlijk op afstand. En daar gaan we, guys. En de volgende. Oh, zij gaat af. Ik wist het. Ik zag het gebeuren. Het was een tragische gebeurtenis. En het ruikt naar barbecue. Oh jongens, eigenlijk zou er ooit gewoon eens een keer een mega barbecue feestje moeten worden gehouden. Met alle soorten game characters die wij awesome vinden. Gewoon Steve uit Minecraft, mijn Roblox karakter. Iedereen is aanwezig.
Oh, nee jongens. Wat is dit? Er is een special box die toebehoort aan Mario. Er zijn allemaal verschillende soorten dozen en wij moeten er eentje kiezen. En sommige die kosten waarschijnlijk geld en de andere die zijn gratis. Dit is de allereerste, die is gratis. Dit is de Mario doos. Oké, die is wel echt heel erg leuk. Die is echt prachtig. Luigi! Ah, it's a me, Mario. Wie vind jij leuker? Weet je, er is altijd wel een soort van concurrentie, ook al zijn dat natuurlijk broers van elkaar. Ben jij meer het groene Luigi type of ben jij meer het rode Mario type? Laat het maar hier beneden weten in de comments. Er is ook een rainbow box, ja die vind ik wel leuk, maar die hebben we al zo vaak gedaan. En dan hebben we hier zelfs de green shell. Yes, zeg maar, het is best wel leuk. Ik heb zoveel verstand van Mario, het is serieus echt erg, maar... deze shell heb je in twee kleuren. Je hebt hem in het rood en dat is dan deze. En het verschil tussen de rode en de groene is... De groene, wanneer je die gooit, dan gaat hij alle kanten op. Maar wanneer je de rode gooit, dan legt het schild zijn focus op een specifiek individu. Dus stel je nou eens voor, Jill die rijdt voor mij en ik gooi de rode... Dan wordt hij hoe dan ook geraakt. Terwijl als ik de groene gooi, oftewel deze hier zo... Dan is er zelfs een kans dat hij weer op mij terecht komt. Dus dan heb ik als het ware mezelf aangevallen. Guys, ik ga met jullie een belofte maken. Like deze video en spam in de comments. Groen schild, als je wilt dat ik in de volgende video het groene schild ga gebruiken voor deze glijbaan. Rood schild, als je wilt dat ik het rode schild gebruik. En natuurlijk Mario, als je wilt dat ik de Mario doos gebruik. Of Luigi, als je wilt dat ik de... Luigi doos gebruik. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. It's a me. En tot de volgende keer. Adios. Pizza di mamma.